Goedemorgen. Ik ben net opgestaan. Het was gisteravond superleuk. Ik heb gisteren echt helemaal niet zo heel veel gefilmd, gevlogd. Maar dat komt omdat we lagen gewoon bij het zwembad. En we hebben ook niet zo heel veel gedaan. Ja, s'avonds zijn we eruit geweest. Maar dat is een beetje het. En ik ben nu net wakker. En ik ga even lekker ontbijten. En dan... ik weet niet wat we vandaag gaan doen. In ieder geval eerst even lekker eten. Oké, ik heb vandaag als ontbijt een croissantje en een gebakken ei, roerei. Ik drink nu gemberthee met citroen, want Alessandra heeft keelpijn. En zeg maar, als je keelpijn hebt, dan moet je stukken gember nemen, verse gember. In stukjes snijden, citroen in stukjes snijden, in een glas doen, kokend water erbij en eigenlijk het liefst een tijdje laten trekken. Maar dat helpt er dus voor dat je keelpijn minder wordt. Kijk het uitzicht. Like, ik krijg geen genoeg van dit uitzicht. En ik ga zo zwemmen. En vandaag gaan we dus met een boot. We gaan vandaag met de boot varen naar... Are we going to Formentera? Ja, we gaan naar Formentera met de boot. En super fun, want de kok erachter... is echt allemaal lekker eten aan het maken en allemaal like good things en lekker drinken meenemen en sapjes en everything, yay! En dan gaan we naar Formentera met z'n allen en just have fun. Ik weet niet of ik mijn camera meeneem op de boot, misschien wel, misschien niet, maar ik ben echt veel te bang dat ik hem in het water laat vallen. Zo klunst ben ik wel, maar ik denk er nog even over na, ook omdat ik gisteren niet zoveel heb gevlogd. Yeah, ik heb net lekker even gezwommen. Het is vandaag een van de hetere dagen en ik ben even kan zien. Oh ja, hier wel. En hoe heet het? Dat is echt perfect, want morgen ga ik in Nederland. En ik heb dus echt nog één dag om gewoon een super tent te krijgen. Kijk hoeveel speelgoed er in het water ligt. Je kan allemaal voor nog zwemmen, echt super cool. Oké, ik gebruik deze zonnebrandolie. Alleen kijk wat er op de top staat. Droge olie. De hel is het dan. Kijk wat ze hier hebben. Kennen jullie de Milky Bar, die chocolade heet? Ze hebben hier een soort van danoontje ervan. En volgens mij had ik dit als kind. Caramello. En dat is volgens mij een soort van karamelfla of zo. En deze. Kennen jullie deze nog? Oké, ik heb nu de Milky Bar ring. Fla. Iets. Het is zo zoet. Maar het is gewoon echt letterlijk. Alsof je die chocolade reed. Hé, hey, Dakota! Hey Sudie, how are you? Oh. En die hond is zo lief. En het is gewoon net alsof, zeg maar, alsof je die chocoladereep in puddingvorm hebt. Gewoon super zoet ook echt. Misschien iets te zoet. Dit is mijn lieve beste vriendinnetje, Dakota. Oh, die is zo lief en zo klein. En zeg maar, gisteren toen was ze was moe, denk ik. Want iedereen die wilde er ook knuffelen. En op een gegeven moment toen was ze er klaar mee. Dus toen ging ik, zeg maar, hondjes houden van als je, zeg maar, in hun oortjes wrijft en zelf lekker kriebelt. Dus dat deed ik bij haar. En toen kwam ze de hele tijd naar me toe met haar hoofdje zo van, ja, kriebel nog meer in mijn oortje. Ja, hè? Ja. Aren't you the cutest? Aren't you the cutest? Oh, dat is zo lief. Ik ga nu naar de boot en ik neem mijn camera niet mee. Want ik ben gewoon veel te bang dat ik hem in het water laat vallen. Of dat die gestolen wordt. En ook gewoon. Nee, ik neem hem niet mee. Maar ik ga wel proberen te filmen met mijn telefoon. Dus foto's maken. Dus don't worry.
podcast, omdat Alexander en zo aan het omkleden zijn. We komen net terug van de boot. Echt, ik ben zo moe. Volgens mij heb ik een zonnesteek of zo opgelopen, want ik ben het eerst ben ik verbrand. Hier, ondanks dat ik me echt de hele dag heb ingesmeerd, echt de hele dag. Ik had zelfs op een gegeven moment gewoon een wit gezicht. Ben ik toch verbrand. De zon is gewoon heel sterk hier. En op een gegeven moment voelde ik ook echt dat ik hoofdpijn had en alles. Dus ja, ik heb het echt super leuk gehad. We zijn naar Formentera gegaan. En ik heb heel veel gezwommen. En het water is zo ongelooflijk mooi daar. Echt, ik heb nog nooit zulk echt felblauw water gezien. Echt gewoon, maar ook echt... Nee, deze kleur is gewoon... Ik weet niet of de kleur op de camera hetzelfde is, maar dit was gewoon het water. Gewoon en zo ontzettend helder. Gewoon, je kon heel de bodem zien. Echt amazing. En het enige wat ik de hele dag heb gedaan is zonnen, eten, zwemmen en repeat. Gewoon dat de hele dag. Dus dat is echt super leuk. En nu heb ik heel veel keelpijn en is mijn gezicht een beetje verbrand. Maar ik ga even lekker een warme douche nemen. Misschien helpt dat. Het is dinner time en dit zijn de appetizers. Ik heb vergeten te vloggen, het is bijna op. Dit is een mini lumpia met garnaal erin. Dan heb je hierachter een garnaal met aardappel. Ik weet niet wat daarin zit, maar ik denk ook garnaal en kroephoek. Super lekker. En je kan het helaas niet goed zien, maar deze salade is zo ongelooflijk lekker. Met mango en fruit en alles. Super heerlijk. Oké, en ik zit hier met Luc. Je herkent hem misschien, want zijn tweelingbroer had ik laatst de garnalen challenge mee gedaan. Maar het zijn dus een tweeling, so they do look alike. Oké, ik ben nu in de keuken. Kijk al dit lekkere eten. This is the amazing chef. Great! Who makes all this amazing food? En echt, het eten hier is zo ontzettend lekker. Echt, het is niet normaal hoe goed deze chefs zijn. Gewoon alles wat je eet, zelfs al denk je van, ik weet niet of ik dit lekker vind. It's amazing.